Frans Zwaagstra uit de Westerrijn is een woldman van bijzondere wudden en opvallende dieren. Maar zijn markante verschijning valt erin zien om jou en wat uit te toon. Maar wat hij beter kennen leert, kan het gauw goed met hem vinden. Frans mag het oude en vooral het roegen van Jertiets graag leien. Oen hem is het jachtige besteden van de moderne maatschappij net besteed. Dat is hem al je vissen te perfect, te precies en te krekt. Er heeft trouwens maar een hekel om. De vrouwtsuiter is net volmaakt. En nevens hem besteedt er echt geen menske die het volmaakt is. Ja, wat mooie appels. Die verhongeren er nog net. Ik ben Frans Zwaagstra. En ik ben hier geboren. En ik ga hier altijd wennen. En ja, ik ga wat veespullen maar door. En ik ga een paar reizigen. En van alles. Van de wereld wat jongen en dit en dat. Och ja, die ene ziet de wereld za. En de andere ziet de wereld weer roos. En nou, ik ben hier van Volkert en Gertje. In Volkert en Gertje, nou ja. We zijn de zwakste familie en mijn mama is een Venema familie. Ik kom oorspronkelijk van de Broek. Ik kom van de Broek. Ene zoon? Ja, ene zoon, ja, ene zoon. Ja, dat had een voor en nee. Maar ja, ik dan zo volle mensen te binnen die het net zo goed met mijn broers en zusters kennen, dan ben ik wel weer bevoorrecht. Mijn paken die had hier altijd wennen en dat is van mijn paken oorgingen op mijn huid en nog ben ik hier. Als je me vertelt als Maas van buiten komt, dan neemt eerst een peer of hoe? Ja, ik drink, als ik van buiten kom, ik kom altijd nog vijf, drink altijd stekker vijf zijden op. Ja, want dat kan dat wel, dat hindert dan niet aan ieder zijn. En ik denk dat dit komt net goed, nou, dan haak ik daarmee op, dan maar weer wat door bezit je. Hey, ik ben wel een man van kroeten en gezond eten en drinken en zo. Maar ach, dat mij toch ook wel, nou wel een beetje vuurwettering aan net. Ik ga een dominee kennen, dat weer een monsterkerel. En ik bedoel, die smokte wel eens een piepje en die mocht wel eens een borreltje. En toen zei Paken, dat weer net zo goed. Och, zei er een man mij daar wel wat in het leven gaan. Nou, en ik bedoel, ik drink daar wel eens even een blikje bier. Hey, dit komt uit de Duitse woorden en dat is best spul. Ach, een meisje mij dan nog wel wat. Wie moet hier aan? Daar wij. Hey? Ik ga op een christelijke CVO West hier in Tweedelheide. En daar ga ik. Ga ik daar heen gaan. En dan in de famkut daar. En hier hebben we knikkertjes die hier we maken van lien. En dan knikker gaan we zo. En dan moest het een kultje zo. En als we dan zo volle heen, dan hebben we meer knikkertjes. En die maken we zelf. En dat vond ik zo mooi. Want dan moest lien, een bad lien uit de grond gaan. En dan rollen ze zo in de hoon. Dan hier ze zo in de hoon zo. En als ze dan wat beetje tijd met vuur lijsten, we hadden de hut. En dan koe ze zo smitten. Maar dat wint ook, want die zijn heel luxe, dat zijn glazen knikkers. En die glazen knikkers, daar zit een eeg in. Daar zit een eeg in. En hier is bakket, dat zijn hele dekken. Ja, die hier stak. Ja, en wat ik dat zo mooi vond van wie van spreken. Van die oude hulzen, die vonden we dan, oude hulzen vanuit de Tweede Wereldoorlog, van die kopen hulzen, die kwamen uit de Groenwei. En dan een ruil je weer zo, dan had het ene hier zoveel knekkerd. En dan wordt die oren weer zoveel knekkerd, en dan kreeg die oren weer zoveel hulzen. Frans wendt het op hemzelf, in een eigen onderkomen, achter op het heem bij zijn huid en mijn. Tussen het lietsvee liek het zijn lippenstiel nog het meest op een ontdekkingsreis door de natuur. In het ziekje naar het gewone, maar het behoud van de eenvoud van het leven, vindt Frans houdt vast aan het boodschap van de Bijbel. En dat komt er graag voor uit. Het geloof, zeg maar, is een realiteit, dat is een werkelijkheid. Ik bedoel, zeg maar, het is een gevecht tussen goed en kwaad. Ik bedoel, God, de hoogste macht. Die maakt hem bekend door zijn zoon Jezus Christus. En ik bedoel, wat Jezus Christus beleeft en ervaart, zeg maar,
dat die stoon is voor zijn zoon, kan hij via die middelaar, kan er weer toegang krijgen aan de vader. In de eerste Adam, in de eerste mens, is de mensheid vervallen dan de zonde. En dan wil er geen behoud meer mogelijk. Maar in de tweede Adam, Jezus Christus, is er behoud mogelijk. En kan er via die middelaar weer toegang krijgen aan de vader die in de hemel is. En dat is een groot wonder. En dat is een groot voorrecht. En dat is een grote genade. Dat je dat ervaren mij. En dat je dat beleven mij. Vaak in de betiede moons karrelt Frans al warmer om het door. Skreppen en werk verzetten. Er is altijd wel wat te doen voor een man die het van ompakken weet. Er is hem net gauw wat te min. Zo borkt het er al innig als een boer op zijn spultje. Het hien bijhouden, op het ark passen, de gaiten voor die, alleer eerlijk werk. Het is de groenslag van zijn sobere besteen, dat hem voor het meeste pad boetende meerskip liet het auto spelen. Vooral in het verliezen wie dat het geval. Frans bemoeide hem net zo volle mijn oor. Hij moest eens niet van oren mensen ha. Maar de tijden verhoor hij. En Frans ek. Statig hoen kroept eruit zijn skulp. En jouwt hem er wat meer bij. Je hebt me verteld dat toen je jong was, mensenskouw was. Ja. Ja, ik ben mensenskouw. Toen ik jong was, dan had ik mijn heren weer omtrokken. En hier in de bermen en in de wildernis leeft. En toen wacht ik me net vertoon onder de mensen. En toen weet ze zeg maar, want ja, ach ja, men wil dat de wereld willen ontdekken en verkennen. En al natuur, dat ben ja, dat ben een apart man. En toen ben ik me al natuur willen op reis geweest. En ja, en toen zei ik zo wat van de wereld. En ja, op last. Toen kwam ik in bepaalde omstandigheden in buitenland en zo. En ja, en dan moest ik daar leven en dan kwam ik onder de mensen. En zodoende ben ik gewend om mensen. En op laatst week net mensen komen meer. Ja. Dat had wel een zware tijd voor die West. Nee. Ik heb net het gevoel dat het een zware tijd weer. Ik heb het gevoel dat het een soort fase weer. Dat ik er heen ging om na te denken over bepaalde dingen. Nee. Dat is het. Een natuurlijk product. Ja. En dan met de baas zou ik nou wel. Ja, van haar. Huh? Ja. Wat is nou op? Dat is een van het beste wat op moeder aarde groeit. Dat ben brandels. Ja, een super natuurproduct, je gaat bijna poorten. Wat is het min? Is dat al hierop? Dat ben ik met water. Wat voor geloof hast u, Frans? Ik ga aan niemand geloof. Degene die bij die tjerke een oor bij een oor tjerke. En die is daarbij en die is bij hier in de oor bij. Degene is van Pinksteren, de oor is van de oud gereformeerd en die is weggereformeerd en die is christel gereformeerd en die is hervormd. Je bent van alles wat. Maar, ik geef ervan uit, of wie om u zin is, joh, hoe mooi die natuur is, hoe prachtig het nou bij de meid is, alles opgeneemd. Die bermen, die bladen komen eraan en die dieren die nog genieten van dat lekkere eten, dat fris eten. He? Als je die natuur zocht. Nou, dan schrijft dat Paulus zei in de Bijbel. Leert de natuur die net dat er een hegere macht is die het hem bekend maken had van ons mensen. En die hegere macht had hem bekend maken. Groot wordt de Bijbel. Via Mozes en de profeten en Jezus Christus en de apostelen. Opdat wie mensen, wanneer het wienke van de vier schaven verschijnen, u net verontschuldigen kennen en zeden kennen, wie had nooit weten. Maar die hegere macht. Van ons haar, dit alles maken had, is een groot wonder, een wonderbaarlijk iets, hoe dat deze eerdbal bekleid had, van schoonheid en pracht en praal. En dan ben ik een mensen die zeggen, nou, ken dat dan, waarom is dat dan zo'n lijn en landen?
Waarom gaan er zo volle mensen daar? Waarom ben je dan hier brengen? Dat is zo volle ellende. Dat is een gevecht tussen het goed en het kwaad. Maar dat alles mooi weer, zagen de mensen het nooit er net meer van in. Maar de mensen zijn zo ontevreden, zo verrekt ontevreden. Altijd zuur en kanker hier. Dat had ze zelf dingen. Je had zelf de duivel gecreëerd. Omdat ze altijd ontevreden zijn. Het zijn een hechte macht. Dat had ze altijd dingen. Dat had ze zelf dingen. Is jeugd. Dit weet ik je maar aan de meer niet, maar. Nou ja. En trappen hier. Dit is altijd wel goed voor de schieterijen. Ja, dat gaan we wel niet leren. Skippies! Zeker hillies! Skippies! Ja, ik ga altijd rijden op een fiets. Ja, op een ouderwetse manier. Op een ouderwetse fiets, ouderwetse zat het hangen. En ik ga door mij alles aan tijd. Ik doe gewoon dat het maar uitkomt, zeg maar. En ja, komt van alles zien. Er is net een dag gelijk. Zo, het is nog zo, zeg maar. Nou ja, doe dus de dieren dijs en dan best hier en dan best daar. Maar zo, als dan zo op reis bent, nooit een dag gelijk. Alle dagen best weer in andere landschappen. Alle dagen best weer op andere terrein, komt reis. En dus juist hier is weer wat anders. Daar is juist weer een plaats, daar is juist weer vee, daar is juist weer bosken, daar is juist weer natuur. Niks is zeker. Hier is het wel wat anders. En dat het beleefd, het leven volle intenser, volle echter, volle indringender. En ik bedoel, en dat brengt je dichter bij het geloof. Want joh, een meisje wordt gauw oorleid door de oppervlakkige dingen van alle dag. Nee, het is al daar, en oh ja, dan mag dat maar, dat maar. Maar zo'n prijs best wist er nooit van wat het daar brengen zal. Has dan een grote tent bij die ofzo? Nee. Ik hou gewoon een stukje kulpastiek. En een stukje kulpastiek, dat ging naks uit de trein onder lezen. En verder dan ging gewoon op het plastic lezen. Maar dat is gewoon een zwart stukje plastic. Nou, dat is verder niks. Nou, en dan wat oude rommel, de reën hak bij mij. Nou ja, ik heb je onderwijs een borreltje. Nou, en het eten vind ik wel wat. En zo heb ik dat dan. Zo reis ik dan. Dus joh, ik ben meer een man van natuurgebieden en het oude veld. Maar ik zie het altijd als een uitdaging om te grote steden. Zo vooral steden als Londen, Parijs. Want als juist hoe die mensen, die variatie van al die soorten mensen, hoe die hun bewegen, hoe die leven, door haar zwervers, die er echt bewust voor kiezen om zo te leven. Dat ben centraal, die ben 1000 jaar oud. En ik bedoel, dat honderden jaren altijd mensen langs eraan. En als dan die hele grote kerkers dan sjoost en die grote tombes en die grote kathedralen, zoals de Dom van Keulen. Nou, de Dom van Keulen is zeer indrukwekkend om die te bezien van binnen en van buiten. En de Notre Dame, de Normandië, daar in Frankrijk. Nou, dat is onvoorstelbaar. Even links. In de smouten met vrienden is het noffelijk praten. Samen wat door het waar of hoe de reizen die het vrouwens maken had. Of nog van doel is om te maken. Lik als in fietstochten naar het Boetenloon. Ik zet hier gezellig, maar... Had je al plan, Frans? Waar zijn de eerst? Nou, ik ging naar het tekst bij zijn gebied dat ik nog net eerder west had. En dat is Noord-Oost-Friesland in Noord-Duitsland. En daar ging ik heen en ik bedoel ook daar ben en het was het met je, als het werkt net al hier mee, dan ging ik de andere kant uit. Ik ken alle kanten uit. Hoe lang blijft het voort?
Daar weet ik niks van. Het is maar zo correct hoe het wijzen moet. Nou, zo. Ja, dat dit ben nou schegels, joh. Ja. Nou, is gewoon. Mmm. Eigenaardig en ik sta er al. Drink alles maar net op, man. Zo, hier zit mijn huid op, joh. Dat wou de baard, man. Zo, vol. Zo. Ja, goed nog. Ja, dat Ja, dat is een mooie groeten. Dit baard wat er is. Nou, dat is niet normaal. Maar ja, normaal wordt dat aan echt dal, denk ik. Ja, want ons hoeven net meer voort, want dan is het aan winter. Het zadel zit net goed. Die oude zadel, die hoge van je meter. Die ben altijd fekken. Ik ben nog een beetje ver zitten, want als je een malle Jan in een rondte draaien, als je de wereld in bent, daar zit je ook niks meer op. Nou, goed mooi. Als je op mijn jong krammen zit, dan kan dat boel, maar daar zit je niks meer op als toch voor zo'n zadel omdraaien, maar ze niet heel daar. Dat zet ik geen schade onder die. Nou, wie zei draai aan wil, ik zei zo vol om een oor het hangen. Ja, zo, dit kan je zien als ik er ben. Oh, je moet het in mijn oren rijden. Jas, dan ben ik er genoeg, ja. Zo, de geweerolie met mij. Zo, de geweerolie die broek ik altijd zeg maar vanwege de meggen en zo. En dan kun je wat om mijn kap smaken, best boven. Hoe duivel. Dan krijg je dat zien weer vol. Dan had je geen last van een megatrop. Zo, broek de Duitsers vroeger ook altijd in de oorlog. Dan krijg je geen bremsen en zo. Met de rek ook. Hey, je werkt mee. Ja, doe dat maar gewoon aan die poorten. Wat is dat mij? Hier hoor. Ja, dat kan ik onderwijs hoor, de mensen. Die met daar hoor. Ja, zo, die met daar. Kijk hoe dom. Nee, dat koe over het en dat kent nog weg. Oh, dan pak ik er water in op dan. Nou, hoe koe dat dan? Is dat dan nog weer verroren? Nee. Wacht even, zo dat eerke is het meer roemt op denk. Jus, dat zagen we dat altijd. Ha, ha. En die kop. Wat denk ik nog een haal gewoon? Die pijl, die zijn wel op het stuur. Ja, nee, maar. Zo. En een heel hard met de tongen. Kijk maar wat verraad dat goed met in de hazen om. Wat goed? Ik heb van het zomaar geen last meer van een meggen. Och, heer, ik ben in de gaten. Ik heb het weer, hoor. Ik roek het. Ja, maar dan ben je toch over net. Dan zit je met die. Zo, dan maakt die fitbaan die maar dubbeld. Maar we even zien hoe we dat gaan maken. Zullen we er daarna een slag omheen? Die moest er ook nog omheen, maar. Ah, die kan daar net om, jongen, die domme ballen. Die wokt er net om. Zullen we het stuur zetten? Ik heb een tang op een maan en mij. Bliksem, wat heeft smakken dat goed raar? Ik heb een tang op een maan en mij en slaag het mes. Ja, die krijgt later wel weg. Brrrr. Ho, die moet daar hennen. Ho. Met daar hennen, daar hennen. Ja. En daar hennen, zo? Ja. Tink om. En dan staat de pet door te. Hé. Ik zal blijven voortwaan hoe het maakt. Zo. Pet door. Zo. Ja. En hij is aan water, joh. Ja, jongen, 40 kwart, jongen. Dat ding maakt volle langer. Ach, ja, wel. En hoe is dat bereikt dan? Goeiedag, dat ken ik. Ja, en dan zit de sneeuw hier even wat aan, hè. Jongen, dat is kanden maar 40 meter. Ja, nou, wij maakt dan wat aan sneeuw. Nou. En ik denk dat het materiaal wordt. Ha! Het is zo gek wel. Nou, dat kom ik nooit weg. En dan was toen dan met de plappoorten op staan, dan wordt hier al niks. Nou. Kijk maar. Wees al, wat hoor ik eens naar de hoek toch? En nou, dit is een dikke is een beetje net. Nou, en dan maar daar het mes. Weg af het mes. En dan moet je zo wat het terug zit. Wat maar in. Oh ja, dat weet ik. Ik hoop dat een beetje een. Ja, dat ging maar even, jongen. Dat is me wel bijgezet. En maar dan dat dik je weer hinnen dan. Zo, en dan maar dat even zo over die hinnen. Een man is dicht te kwart. Hebben we dan nog weg te kwart?
Nou, dat ligt net over, joh. Look, Steven Owen. Ja, 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 ja. Ja, meester Hal. Dat vergeet je maar, dat maar net zeggen. Nou, meester Hal. Dat kan ik wel zonder. Ja, het is nog geen mijn waar, maar ik bedoel het mijn waar, maar dan mag je de wolle berekken naar waar. Dus. De ridder. De zwarte ridder. Hoezo? Wat je zelf is die grote. Ik weet net van tevoren krijg hoe het komt, want je ook een bergen in had. Ja, die trommelrem had ontlast worden, want die willen 40 heat in de bergen. Die willen gewoon heat. En als die heat willen, dan remmen ze net meer. En zo, dan kijk ik altijd met deze naar remmen. Zo, daar is nog een wedstrijd. En zo, die hak wordt met drie trommel, want dat ding ga ik voelen onderwijs. En als ik met drie trommel het vaart doen, dan zo werk ik daar altijd. Dus dat kan gewoon zo wat. En er zit goed geen geld onder te zetten. Heel met je, hippakee. Ja, nee. Hut. Hut. Waar weet je altijd meer als één? Nou, knipkelaars, klik. Ja, ja. Dat zit maar toch aan de kandel dicht. Nou, maar ik ben niks vergeten, ha. Hoog, ik heb geen shit laat, dat doof is nou. Nee, maar dat je onderwijs wel net. Ik kom onderwijs, ik wil wel tegen. Ik kan je net heel leid tegen de duur van je moest. Nou, ja, dan zijn we nog wel eens eindelijk zo vier werden. Ah, dat hoeft net. Ik ging voort. Hier maar door hem al voor meteen het buiten. Dat maar. Ja, ik zeg. Nou, ik weet net wanneer ik je waar ben. Nee, dat is een goede reis. Ik weet, ik heb het beste daar. Heb ik heel veel waar we belangen. Nou, dat doe ik. Nou ja, het lijkt me dan wel eens wat daar in Noord-Oost-Friesland, boven in Duitsland, wat ik in tijden, nou eigenlijk, lang alles nog net besjoen. Ik ga een dag, oorl dag werk gaan om een lauwe zoog te komen, want ik werd oren me aan het wakker en ja, doe weer de bier op. En de kroegen weer nek al eerst sluiten, dat, ja... Dat wie ik net wend meer verzaal, want alle mensen dan, nou ja, eerst even een PR op papers nou. En lekker beroerd als een beest. Nou, ik denk dit is echt een marteling. Ik kon net fietsen, dat ik raan naar de fiets, maar ik denk wie komt wel in lauwe zoog hoor. Ja, daar weer een winkel. Ik kan daar was een bierblikken. Haha, ik denk, dat kan ik me even weer opladen. Nou, doen wie ik er wat, maar ik denk, deze man had het wel besjongen. Ja, als we dit overleven zullen, deze reis, dan maar we zien of we weer naar huis gaan van de wino, de wien in de reg, want daar komen we nooit weer thuis. En toen kwam thuis, en ja, toen werd er een maat van met die ballen, en die ballen neem in Oden, als ze over het heen. Ja, zijn de vrouwen er al weg. Ja, heel wat thuis, nou, hoe kan dat? Ja, hier al weg, ja, maar ja. Ik hoor het net met warme schoen, dat doet best afhankelijk van die bier. De drank dat is een sluipmoordenaar. Het jouwt die eerst heel wat. In het begin, als je het eerst drank krijgt, doe je beter denken. Doe hast sneller reactievermogen. Doe hast energie. Doe je dwars er alles in. Zo werkt het bij mij. Ja, en dan is dat feest eenzijdig. En dan kan het lichaam die alcohol net meer verwerken. Dan werken de nieren en de lever net goed meer. Dan komt vol vocht. Nou, ik hier plastic spuit allemaal met bloed. Dat kwam net goed. Ja. Ik weer daar ging en ik trok in weer.